Oh ja, Zimling naar Ajax. Hij heet Nicky van zijn voornaam. Hij heeft 21 interlands voor Denemarken gespeeld. Kibbeling van zijn achternaam. Kibbeling van zijn achternaam. Volgens mij was hij reserve bij NEC, toch of niet? Nee, bij Mainz. Mainz. Mainz in Duitsland, nummer 24 of zo. Echt? Daar zit hij op bankie. En dat gaat hier een versterking zijn. Nou, had daar niks gehaald, hè? Ja, koop daar niks, weet je. Maar één ding vind ik dat Ajax eens een keer duidelijk moet maken aan al zijn supporters en de mensen die wel om Ajax geven. Wat de fok moet je als voetbalclub met 120 miljoen? Precies. Als je nou 60 miljoen op je bank hebt staan, denk ik dat je heel gezond bent. Ja. Als jij toch 60 miljoen in dit Ajax mag versterken, dan haal je een verdediger, een middenvelder en een aanvaller die Ajax direct in één keer sterker maakt. Ja, en dat is precies het punt waar ze tegenaan lopen nu. Ze zeggen op een gegeven moment van de transferbedrag is één ding. Spelers willen niet naar Nederland komen. We hebben een salarisplafond van 1 miljoen, geloof ik. Spelers willen niet naar Nederland komen, is bullshit. En als je voor Eto'o wel dat om wil zetten, dan kan je dat ook doen voor Nigel de Jong. Dat is een publiciteit. Voor Urbi Emanuelsson, voor Huntelaar. Dat hele Eto'o-verhaal. In één keer een heel stuk sterker. Weet je wat een armoedeverhaal is? Als jij Van de Horen tegen Groningen, als een godspan tegen de spits stuurt terwijl je een of andere Paul die je net gehuurd hebt op de bank hebt zitten en die er niet eens inkomt. Je denkt toch niet dat die Paul gehuurd is om hier doelpunten te maken? Maar voor je hebt de verbouwing bij Overmars thuis gedaan. Aan de stuk is die nu. Verder doet dat is toch niet te geloven. Die sturen ze straks weer terug. Hij is aan het stuken. Tot overmaat van ramp het gekolookt met Vermeer erachteraan. Krijg je 5 minuten later te horen van Kenneth Vermeer. 14 jaar speelde hij hier. Hè, als je een kind van de club, geboren in Amsterdam, hier opgeleid. En dan haal je het in je hersens. En ga dan niet zeggen dat hij niks anders had. Hij kon naar AZ, hij kon naar Manchester. En was hij nog eerste keeper geworden ook, let op mijn woorden. Maar je gaat niet naar die kakkelaar. Dat doe je gewoon niet. Dat doe je. Als ik nou ooit ziek ben geweest of niets, is dit het. Wat een drama. Echt, wat een drama is dit. Dit is toch vreselijk? Ja, dat is vreselijk. Het boekje van Feyenoord in zijn hand. Dat hij nog een uitslag heeft met het shirt aan. Het is natuurlijk wel te belachelijk voor dat wij Vermeer aan een concurrent verkopen voor 1 miljoen en meer moeten betalen voor meneer Boer van Pek Zwolle. Volgens mij snap je het daar niet helemaal. Wil je een kampioenschap gooien gewoon overboord omdat we niet adequaat reageren op vertrekkende spelers. We hebben geen schaduwlijstjes. Ik geloof er geen reet van. Om de dood te varen, geen reden dat ze ook niet binnengehaald zijn. Want geld ligt er niet. Je kan er niet zeggen dat je geen spits kan vinden die goed genoeg is voor Ajax. Zit er dan tussen Sigtersson en Eto'o? In die categorie zit helemaal niks. Nou, armoede. Dat geloof ik echt niet. Nope. En het enige wat je goed kan zeggen is dat je 18 miljoen voor Blind gevangen hebt. Maar voor mij had je hem ook voor 3 miljoen mogen verkopen, want we zien er toch een reet van terug. Dus wat interesseert het mij nou of je 120 miljoen op je bank hebt of dat je 100 miljoen op je bank hebt. Je wil gewoon dat de voetballers op dat veld staan. Van 0 tot 10 krijgt Ajax een 0 voor deze transferperiode. Ja.